Welkom bij Witte Vlocht. Vandaag gaat het over Dert de Breijers, dat nieuwe groepje van Fruit Cavalier en nog een paar andere gasten. Gisteren zijn ze opgetreden in het Zuidpand en we gaan kijken en een beetje beeldjes doen, zodat je weet waarover dat ging en hoe dat eruit zag. Het was zo mooi dat het niet lang duurde voordat de parket kapot is. Al dat zand komt binnen. Ze biedt me je muur erover, zeg. Die caipirinha met dat recept Valencia, dat stief ooit, hé. Het is mijn zoete rummelik. Kijk dat er? En ook dat nu weer die drank die daarin zit. Carla, ze moest me door een kleine aan de kliniek hier vandaag. Ze zat er gelijk stief mee in. Het was druk met zijn oogjes. Ik kan de kleur niet meer doen. Alles wat dat erin is. Brusselaar West! Wat kan met je leven? Wim is daar Laurent de Wilde, een van de organisatoren van Volta. Maar de belangrijkste vraag is voor mij, Maybe Festival, wat is er daarmee gebeurd? Ja, Maybe Festival, 11 jaar hebben we dat gedaan. We zijn ondertussen 7, 8, 9, 10 festivals in de stad. We hadden hosting om een beetje andere dingen te doen. Festival bluffen doen, maar ook met muziek, uiteraard. Hey. Maar ook met tentoonstellingen, met literatuur. Mixt het geheel en toen heb je een stadsfestival voor de toekomst. En, Eigenlijk gewinnen achter 11 jaar. Dit vond wat nieuws. Dit vond wat nieuws. Zo simpel is het. Nu dat je dat allemaal gehoord hebt, is dit voor jullie gedacht en meningen over Dert de Breijers. Gewoon kunnen lusten. Wat voel je ervan? Ik weet niet. Ik heb wel meer dansen. Ik wil het dansen. Ik ben goed dansen. Hier zit, ik vind die kennis zit van muziek. Wat voel je ervan? Ja, ik vond het goed. Mijn aard is de broer. Jona van Jona Kapel. Cultuurspecialist. Wat vond je van Dert de Breijers? De Max, jij van ook. Wel een beetje veel babbelingen, maar wel leuk. Dert de Breijers for life? For life, alright. Hier zit Jess van de Maasjes. Super, super goed. Super goed, en waarom? Omdat al drie, vier snelle hassen zijn. Leg op. Hey kerel, hier komt garage, hè. Hier komt garage. Reactie voor de lokale televisie, alsjeblieft. Wel, ik vond het erg fleurig. Heel fleurig. Heel fleurig. En hoe nu dan zijn vormen waren? Wel, van andere mensen heb ik gehoord dat het zich meeviel, maar de geur vooral niet. De geur. Wat moet je zeggen? Ik ken het niet geroken. Nee, misschien hebt u een verkoudheid. Dat zou kunnen, dat mijn neus een beetje verstopt is. Dat zou kunnen. Ja, maar hier ik nog niet. Ja, ik reed een roos. Oh, het is al van die rozen camoufleren, de andere slechte geuren. Maar het is een beetje de kleur van mijn lek. Wacht, wij gaan een keer inzoomen. Even toe, zijn wel schone witte tanden. Ik wil weer hier. Meer reactie, van tip 3? Liefst wel, ja. Van teten gaan we niet vragen. Hè. Super, hè? Super, en waarom? Waarom? Schone tekst. Ja. Toffe zangers. Dik ambiance. Dik ambiance. Beste nummer was? Dus jij. Wat vond je ervan? Goed, goed. Waarom? Ik zei het. Nou, het is just een cocktail tekort en een lesstoel. En dat was een zwaard, een muziekje. En een strooinetje. Ja, een strooinetje. Gast, nog een keer strooinetjes voorzien. Kijk, dat was in de gedachte over Dert de Breijers. Ik hoop dat je het gisteren vond. Ik wil nog geen puntje maken. Nu zondag 1 mei is de eerste tussenmatch van Rugby RSL. En die gasten doen een heel wat voor mensen te motiveren voor hun de toekomst supporten. Laten we eens lusten. We staan hier te wappen met Michiel, de voorzitter van Rugby RSL. Michiel, tegen wie speel je er zondag? Tegen de Gent Dragons. En is dat de Mandemietjes? Ja. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel, hè. Dat gaat niet tegen die Roeselaarse Bayern, hè. Nee. Maar buiten die match waar we ze heel erg gigantisch gaan hebben, is er hier nog iets te doen? Er is hier een fantastisch feestje met topen geropte. Er is streetfood van de Streetfood Company. Er is een tombola met fantastische prijzen, hè, waaronder een weekendje Parijs ter waarde van €700. Wow. Dus veel leuten en Roeselaarse Bayern. En waar is dat? Dat is op het sportveld in Rumbeke, onze kinderen. Ja, de zondag om 15 uur. Hé, hey, ik hou er zin. Ik hoop dat je er ook afkomt. Ze zijn allemaal welkom. Amai, dat is al de moeite om met Junus te komen. Hè. Zeg, het filmpje heb je gedaan voor vandaag. Ik vond het gisteren. Ik hoop dat je het ook gisteren vond. Als het zo is, heb je alsjeblieft een dummetje. Ik apprecieer dat een mens. En als je wilt, moet je ons abonneren. Goed, zeg, ik was Witten. Een goed weekend naar kinderen. En de complimenten. Hè.